Hey hallo, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. We zijn gestart met een nieuwe reeks video. In plaats van voor de weekvlogs gaan we nu een soort van 48 uur / weekendvlogs maken. Omdat ik merkte dat het best lastig was om soms alles te combineren met werk en dan ook nog monteren en dan ook nog vloggen tussendoor. Dat het dan heel veel alleen maar praten door de week werd en minder doen. Dus nemen jullie vandaag mee in het klusproject. Want ik ben vanmorgen begonnen samen met papa voor om het maken van de vaatwasser. Om de vaatwasser eindelijk eens te gaan maken. In plaats van dat het een kast is in de gang waar die nu nog steeds staat. Daar komt die straks in de keuken en komt hier in de slaapkamer. Daar hebben we de aansluiting al helemaal samen gemaakt. Nou ja, papa heeft gemaakt, ik heb geassisteerd. Hebben we de aansluiting gemaakt om de wasmachine hier neer te gaan zetten. We nemen jullie mee vandaag in al het geklus. We vloggen af en toe, zetten we de camera neer zodat we dingetjes kunnen laten zien. En straks als het helemaal klaar is, laten we alles helemaal zien. Maar dat is pas morgen, want we zijn vandaag nog niet klaar. Dat gaan we niet helemaal redden. Staat dus onze hele gang vol met allemaal klusspullen van papa. En daar staat spullen en hier liggen buizen. Echt overal staat iets. Maar ja, en hier is het nu opgeruimd. Een uurtje geleden stond dit nog helemaal vol met allemaal zooi. Maar nu is het al een beetje opgeruimd. We moeten nog even dweilen. Want hier hebben we wat weggehaald. Dus dat zorgt voor het extra rommel. Nog een groot schijf. Ja. Oeh, kijk nou, mijn benen. Oké. Zo kies ik weer op de vloer. Klaar met het klussen. De wasmachine staat daar, midden op de slaapkamer. Nu is het nog niet mooi afgewerkt, want er komt nog een soort van houten schot omheen. Alleen nu zag ik net dat ik had daar straks een... ik wilde gaan opruimen, nog even gauw dweilen voordat straks Emily en Marloe komen. En nu had ik straks een handdoek buiten neergehangen om te drogen. Want die was helemaal nat van als je de waterleiding leeg laat lopen, dan wordt het allemaal helemaal nat en zo. En toen zag ik net... Dat. Gaan we even mee naar buiten. De handdoek helemaal naar beneden is gevallen. Oh, kijk, er staat nog een wasbak hier. Kijk, daar ligt mijn handdoek. Ja, dus dat betekent dat ik die nu even op moet gaan halen. We hebben van de week het allerzuiste pakketje ever binnengekregen. En dat is, er zit nu ook een hoop andere troep inmiddels al in. Maar dat is dit pakketje van de Karwei. Het zijn allemaal nieuwe stopcontacten. Super saai. Vrij.
vond het echt duur voor allemaal. Tenminste, ik vond best wel dat we veel geld kwijt waren. Maar alle stopcontacten worden vervangen. We hebben vieze gele stopcontacten. We hebben echt wel een witte muur hebben. Dus dit is echt wel heel geel. Met een plakblijf van Ricardo erop. Maar we hebben zoals hier in de eetkamer hebben we ook nog ronde stopcontacten. Kijk, en die vind ik echt voel je lelijk. Dus alles wordt vervangen in de hoop dat we het morgen allemaal af gaan krijgen. En morgen komt er nog een stopcontact bij, want we hebben op de badkamer geen stopcontact. En dat is echt vet onhandig met stijlen van je haar of met feunen of zo. Dus dat komt er nu ook bij. En dat gaan we morgen nog doen. Dus morgen gaat weer een keer de hele boel op de schop. En dan echt in alle kamers. Dus ik dacht, ik doe even gewoon met Frans de slag stofzuigen en even dweilen. Zodat het in ieder geval een beetje schoon is. Maar het bed zit ook even helemaal onder het stof. Dus eigenlijk moet dat ook nog even afgehaald worden. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En vandaag is klusdag 2 van dit weekend. En we gaan voor de vierde keer in 2 dagen naar de of Praxis of Karwei. Ik rijd nu even naar de Praxis. Maar gisteren zijn we 2 keer bij de Karwei geweest. Vanmorgen zijn we al een keer bij de Karwei geweest. En nu moeten we weer naar de Karwei. En het is niet dat wij van tevoren lijstjes hadden gemaakt met wat we precies nodig hadden. Alleen komen we dan toch halverwege achter dat er een bepaald afdekplaatje voor het stopcontact niet helemaal goed is. Of dat het eigenlijk net een ander kleurtje was wat erop zat dan dat we hadden gekocht. Of dat we dachten, dit laten we wel zo, maar toch op het laatste moment besloten we niet te doen. En we hebben allemaal opbouwstopcontacten in ons huis, omdat we best een oud pand hebben. Even een oud appartement hebben. En we bleken 1 inbouwstopcontact of 1 inbouwschakelaar te hebben. En die had ik natuurlijk niet gekocht, dus die ga ik nog even gaan halen. Papa, anders doen we dat een ander keertje wel. Maar ik vind het dan wel fijn als het nu gewoon allemaal af is. We zijn al wel een heel eind. Het is nu 12 uur. En we zijn goed en wel 1,5 uur pas bezig met echt inbouwen van de stop. Of monteren van de stopcontact. Of nee, we. Papa, ik ben vooral. Heb je dit? Heb je dat? Maak je de verpakking even open. Draait je schroefje maar even over. Dat ben ik vooral aan het doen. En ik ben vast wat stopcontacten aan het afplakken. Want we hadden dus ronde stopcontacten. En het wordt nu allemaal vierkant. Dus dat betekent dat je aan de boven- en aan de zijkant soms net een randje over hebt. Dus dat gaan we straks nog even dichtkitten. Dat ga ik straks nog even dichtkitten. Of in ieder geval mooi afwerken. En daarvoor plak ik af en toe de stopcontacten alvast even af. Zodat we dat straks in 1 keer door kunnen doen als we de kidspuit hebben gepakt. Dus vandaar. Ik heb ook lekker mijn werkklofje aan. Ik heb ook niet opgemaakt. Gewoon even gaan mijn haar op de staart gedaan. En ik vond het wel prima. Zo. Morgen is het natuurlijk Pasen. En we hebben geen verplichtingen. Ik hoop dat het een beetje net zo weer is als dat het vandaag is. Nu zou het eigenlijk vandaag heel hard gaan regenen. Maar is het gelukkig heel lekker weer. In ieder geval, het is lekker droog en het is niet koud. Het is gewoon 11 graden. Ik heb geen jas aangetrokken. We weten eigenlijk nog niet wat we gaan doen. We gaan wel iets doen. Er is Sonsbeekmarkt, dus misschien dat we dat gaan doen. En daarna even naar Burgers Zoo. Of we gaan naar Dolfinarium. Leek me ook nog wel heel leuk. Maar ik denk dat we dat vandaag even gaan verzinnen. En ik hoop dat we vandaag, want we gaan met mijn verjaardag, zijn we, als het goed is, een weekend weg. Want ik ben Pinksterjarig. En ik hoop eigenlijk dat we naar Londen kunnen. Maar we zijn nog een beetje op zoek naar een hotel. Dus we zijn nog een beetje aan het googlen. Misschien dat we dat vanavond lukt om dat te boeken. Maar we zien wel. We hebben vanavond ook lekker geen plannen. Maar ik denk dat we vooral nog aan het schoonmaken zijn straks. Want het is best een rommeltje in huis. En dat komt natuurlijk omdat die stopcontacten eraf gesneden worden. Er komt er altijd een beetje puin mee. En dat moet straks natuurlijk allemaal opgezogen en opgetweld worden. Dus dat, ik denk dat we daar vanmiddag ook nog wel lekker druk mee zijn. En we moeten nog paasboodschappen doen op zaterdagmiddag. Wat echt geniaal gaat worden. Maar ja, gewoon eerder nog geen tijd voor gehad. Dus dat moet ook nog. Helaas. Maar nu eerst naar de Praxis. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy. Goedemorgen, het is vandaag eerste paasdag en vandaag is de eerste dag dat we even niet hoeven te klussen. Dit is natuurlijk super fijn. Ik wil dus even de gordijnen open. Het is natuurlijk super fijn om van alles gedaan te krijgen in je huis en dat het gewoon weer een beetje meer af is en meer naar jezelf. Maar het is ook wel fijn dat we vandaag even niet hoeven te klussen. We hebben helaas nog niet alles af kunnen krijgen de afgelopen 2 dagen.
We hadden op het lijstje staan alle stopcontacten vervangen, dat was 1. De wasmachine in de slaapkamer zetten waar nu de gootsteen zat. We hadden een soort van gekke gootsteen op de slaapkamer die we nooit gebruikten. Dus daar hadden we al een wateraansluiting zitten, dus die moesten verplaatsen. De vaatwasser aansluiten, in de douche een rekje ophangen, in de douche een stopcontact maken. Het verleggen van het stopcontact van de wasdroger en de deur in de badkamer omdraaien. Dat was het lijstje. Nu zijn van de laatste een aantal dingen niet gelukt. Zo goed als alle stopcontacten zijn vervangen, zoals je kunt zien. We hebben niet meer die lelijke rode, maar nu gewoon hele mooie, strakke, witte vierkanten. Ronde hadden we. Rood, ronde. Gewoon mooie vierkanten. Op eentje na zijn ze allemaal vervangen, maar dat is bewust eentje, want daar moet nog een extra stopcontact bij komen. En daar moet nog, ja, even heel technisch, moet nog een randaarde bij gemaakt worden, want in de badkamer willen we geen stopcontact zonder randaarde. Dus die moeten nog even gemaakt worden en daarom hebben we dat nog even zo gelaten. En het wasrekje moet, of het rekje moet nog opgehangen worden in de douche. Maar dat is even 2 gaatjes boren en dat is gedaan. En de deur moet nog verhangen worden. Want nu, want we hebben een vrij kleine badkamer, gaat de deur naar binnen open. En dat is eigenlijk helemaal niet handig. Naar buiten heb je veel meer ruimte in de badkamer. Maar dan moet het hele kozijn worden aangepast. En daar hadden we gisteren geen tijd meer voor. Dus dat kon papa een ander keertje doen. Het was echt super fijn dat papa wilde komen helpen. Want papa die kan dat soort dingen echt gewoon super makkelijk. En die is daar keihandig in. En ik heb gisteren gekit. Vet trots dat ik dat gewoon kan. Ik vond het echt super cool om te doen. Anyhow, vandaag eerste paasdag. Het is een beetje droevig weer. Ik had eigenlijk gehoopt dat het wat lekkerder weer zou zijn. Maar het is echt zo'n, ja, weet je, zo'n grijze zondag. Dus dat is wel jammer. Misschien dat we straks even naar de Sonsbeekmarkt gaan in Arnhem. En daarna dan even nog naar Burgzoo. Want ja, daar hebben we een abonnement van. Dan zitten we dan toch al bijna. En ik denk dat we vanavond even naar de bioscoop gaan. Maar precies weten we het nog niet. We gaan het zien. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Goedemorgen, het is vandaag maandag en normaal gesproken zou je denken dat met een weekendvlog, zoals we deze in ieder geval ingericht hebben, dat op maandag natuurlijk niet meer gevlogd wordt. Alleen zat ik een beetje in dubio, want het is vandaag tweede paasdag. Technisch gezien is het maandag, wat betekent dat het weekend eigenlijk voorbij is. Maar ja, het is toch nog een soort van weekend en we hebben toch nog een soort van weekendplannen. Dus ik dacht, ik ga vandaag ook nog maar even vloggen. En ik heb een leuk nieuwtje, want we gaan beginnen met een nieuw trainingsschema. En die heb ik toevallig gisteravond laat nog gekregen. En daar gaan we vandaag de allereerste training van doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zo meteen gaat. Ik zit al helemaal in sportoutfit klaar om te gaan, want het is ook eigenlijk al tijd om te gaan. En ik was nog even van gisteravond, of gistermiddag, het gewicht en Nederlands kampioenschap, of Europese kampioenschap gewichtheffen aan het kijken. Wat een grieten staan ertussen, hè. Boah. Snatch van 90 kilo, echt ziek. Maar goed, daar ben ik natuurlijk nog lang niet. Dus we gaan gauw naar de box, zodat ik ook er een beetje kan oefenen.